Ja, oké, doei. Ja, we hebben gezelschap. Ja, hoor. Hey, doei, de oude rebel is op de jonge man. Ik heb het voor. Even bedelen. Beste vriend. Gewoon bedelen. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Gaat u voor? Ja, we lopen al voor. Op de plaats rust. Beetje alsof er veel mensen zijn. Ja. Rembrandtje geboren in de Weddenzee. Weet jullie natuurlijk allemaal. Dag Koenen, welkom. In diezelfde periode werd de stad Stimmerwerf gebouwd. En het is zeer aannemelijk dat die kleine Rembrandt op de bouwwerken van de stad Stimmerwerf heeft gespeeld. Zoals elk kind wel op bouwwerken destijds speelde. En je moet dan even weten, Leiden was een zeer belangrijke stad in die periode. Tweede stad van Nederland, in grootte maar ook in belangrijkheid en ook de zesde stad van Europa. Zelfs groter dan plaatsen als Lyon en een heleboel andere Franse steden. Dat was heel erg aardig. En dat kwam voornamelijk omdat we hier een eerste universiteit hadden. Die was in 1575 geopend. En die ging, sorry? 74 toch? Nee, 1574 hebben we de Spanjaarden verslagen. Oh, okay. Daarom kregen we een jaar later de universiteit. Nee, geen probleem, maar die was in volle opbouw vanzelfsprekend. Plus dat de lakenhandel het fantastisch deed. Dus we waren ook een echt rijke stad geworden. Die hele glorie van de Gouden Eeuw is hier echt merkbaar geweest. Kijk maar naar het Rapenburg. Want op datzelfde Rapenburg hadden we bijvoorbeeld Plantijn en Elsevier als drukkers die rustig uitbundig aan het drukken waren omdat de universiteit zoveel drukwerk wilde hebben. En daar zijn hele imperia uit voortgekomen. Ze bestaan nog steeds, Plantijn en Elsevier als druk imperium, alleen zijn ze wel overgenomen op een gegeven moment. Maar er liepen hier bijvoorbeeld 150 schilders rond. 150 schilders, waaronder Lievens, Jan van Gooien, Jan Steen, Gerrit Douw, dat zijn maar een paar wereldberoemde. Maar de helft van die 150 die zijn bij de connoisseurs in de kunstwereld nog altijd bekend. Dus kan je nagaan hoeveel dat er waren. Ook waren er veel schrijvers, wetenschappers hier. En dat had natuurlijk met die universiteit ook te maken. Maar je kunt je voorstellen dat was een uiterst interessante periode. Gewoon mooi, een mooie periode van Leiden. 1616 tot 1620 is de kleine Rembrandt als puber naar de Latijnse school gegaan. En daar was meneer Henricus Riever, die naam was ik even kwijt, Rieverlink. En die heeft hem als eerste een potlood in zijn handen gegeven. Moet je je voorstellen dat je een docent bent en je geeft iemand een potlood in zijn handen en dat wordt Rembrandt van Rijn. Ja, dat is toch iets bijzonders, hè? De man heeft het vermoedelijk zelf niet meer meegemaakt, die glorie, maar toch. Heel interessant om te weten. Ook in 1618 gebeurde er iets in Leiden. Toen was Rembrandt dus 14 jaar. Toen werd er een schans gebouwd, zeg maar schuttingen, op de Breestraat, links en rechts van het stadhuis. En waarom gebeurde dat? Nou, Gaumaris, een theoloog, die had geroepen dat je geboren wordt als crimineel en dat verder zelf niet kunt veranderen. Arminius, zijn tegenstrever op dat gebied, die zei wel nee, je wordt blank geboren en je bepaalt zelf of jij crimineel wordt of een vroom mens. De rekkelijke, over het algemeen waren die te vinden onder de gewone bevolking, die hingen Arminius aan. Dus dat waren de mensen die zeiden ja, je bepaalt het. En meestal waren het de gemeentebesturen en de andere besturen van het land, die hingen dan Gaumaris aan. Maar het werd zo'n strijd niet alleen in Leiden, niet alleen onder de universitaire gemeenschap, maar ook de bevolking, zelfs in het land, dat hier dus het oprukkende volk moest worden geweerd van het stadhuis, want anders was het gemeentebestuur gelyncht. Het heeft bijvoorbeeld Johan van Oldenbarneveld zijn kop gekost. Dat weten jullie. En Hugo de Groot is in een boekenkist gaan zitten. Kortom, dat heeft er allemaal mee te maken. Dat gebeurde niet in Leiden trouwens. Maar dat heeft die kleine Rembrandt meegemaakt. Die heeft daar rondgerend. En die heeft gewoon gezien wat daar allemaal gebeurde. Je maakt mij niet wijs dat hij daar niks van mee heeft gekregen. Zijn ouders waren trouwens schoonmaristen. 1620, ineens heb je in deze gekke stad waar allerlei leuke dingen gebeuren,
op het Rapenburg een grote groep Engelse vluchtelingen die hier 12 jaar gewoond hebben en die zichzelf ook pilgrims noemden, pilgrimvaders, die besloten om op een trekschuit naar Delfshaven te gaan en daar op een scheepje de Speedwell te stappen om vervolgens naar Southampton te gaan en van Southampton op de Mayflower te stappen en dan te gaan naar een nieuw land. Ongeveer 100 mensen gingen zo een enorm avontuur aan. Dat was bijzonder. Daar moet Leiden helemaal voor uitgelopen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat die 14-jarige Rembrandt daarbij heeft gestaan op het Rapenburg toen ze vertrokken. Want dat is een evenement geweest, dat kan niet anders. Kortom, er is nogal wat gebeurd in die periode. Vervolgens ging die kleine Rembrandt, die dan net had leren tekenen, van 1620 tot 1623 ongeveer naar zijn echte leermeester op de Lange Brug. En dat pand staat er nog steeds. Dat was Jacob van Zwanenburg en die heeft hem echt het vak geleerd. Vervolgens is hij in 1626 vertrokken naar Amsterdam om daar furoren te maken. En één ding is zeker, hij is Leiden altijd trouw gebleven. Hij is ook regelmatig teruggekomen naar Leiden. Nou, dit is het verhaal. Dat gaan wij vertellen in een Rembrandt Experience, noemen we dat. Een soort groot bezoekerscentrum waar een heleboel leuke dingen gaan gebeuren. Er is een kleine groep, een stichting, waar ik zelf ook in zit. Die is vorig jaar opgericht. Die is bezig met dit voor te bereiden en die moet 2 miljoen bij elkaar hebben. Nou, dat zijn we dus aan het doen, dus vandaar dat het iets langer duurt. Staat hier gewoon. Vandaar dat het iets langer duurt dan zomaar een paar maandjes. Dus daar zijn we wel even mee bezig. Maar we gaan jullie op de hoogte houden. In 2019 komt er bovendien een Rembrandtjaar weer. Want dan is zijn sterfdag, zijn sterfjaar, 350 jaar daarvoor in 1669. In ieder geval, als ik het heb over zo'n Rembrandtjaar, en ik begrijp dat het inmiddels 12 uur is als ik de klok hoor. Ja. Maar goed, we gaan hem zo eventjes eren. Volgend jaar gaan we gewoon dit weer doen en kijken we of er inderdaad andere partijen zijn die met ons mee willen doen en er iets bijzonders van willen maken. In ieder geval weten we dat in 2019 er landelijk, maar ook in Leiden, een grote viering gaat plaatsvinden. Okay. Nou, ik weet niet of u nog weet hoe dat ging in 2006. Heel veel gebeurtenissen, het Rembrandt Festival, heel veel verklede mensen zoals jullie, fantastisch was dat. In ieder geval is het zo dat we morgen nog een festiviteit hebben. Ik heb begrepen van de plaatselijke pers die ook hier aanwezig is, heb ik begrepen dat er een initiatief is dat al 5 jaar geleden geprobeerd is, namelijk nog zo'n beeld van Rembrandt, een standbeeld van Rembrandt op de Beestenmarkt te plaatsen. Nou, wij zijn natuurlijk, met alle aandacht zijn wij blij, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik hoorde dat dat 5 jaar geleden zo'n 7, 8 ton moest gaan kosten. Als ik dat dan hoor, dan denk ik van nou, maar goed, voor degenen die dat toch aan het doen zijn, geen enkel probleem. Er is nooit genoeg aandacht voor Rembrandt, dus ook wat dit betreft ondersteunen we dat moreel in ieder geval. Maar, hij is dus nu 409 jaar, Ben. Ja. Heb jij goed uitgerekend? Ja. Dus is de bedoeling dat we hem een krans gaan omhangen en dat we dan even een goede toast op hem gaan... Hou me een trapje vast. Want voor... Ja, een trapje vast. Ja. Goed. Dat is een leuker plaatje. Ja, vorig jaar zijn we hoog. Het is een beetje laag. Ja. Dat is niet. Hij is voor het plaatje verleugd. Ja. Oh. Bijna. Oh. Ja, nee, nog een keer. Voor de grote... Gaat niet helemaal goed. Ja, zo lang. Nee, met zo'n even zo'n stok erbij misschien. Met die stok. Geef hem een duwtje met die stok. Met die stok. Ja. Kan dat? Ja, natuurlijk. Voor degenen die twijfelen. Hartenveld. Ja. Kun je dat drinken? Dat is een beetje Hartenveld. Nou, ik ga het gewoon proeven. Proost, Marijn. Ja, dank je wel. Moet iets zeggen, joh.
Ja, ze is jarig. Oh, hartelijk gefeliciteerd. Ja, proost allemaal. Misschien wel hier weg, hè? Alsjeblieft. Hoera.